De man uit Brazilië, Venus, snelste betrokken in de laatste kwartfinale. En de boys van 9 jaar. Die gaat hij met zich meenemen. De plaat nummer 2. Kijk, Sven Ezing, de plaat nummer 97. Hij zit op plek nummer 2. Dan gaan we naar de KWC Kamp en Ruben de Rozema. Ook hij gaat mee naar die halve finale. Plek nummer 4. SVV Gelder Malsen. Oftewel, Martje Blom. Oké, boys, 10 jaar in de baan, dames, eigenlijk een prachtige sprong van Theo Voorman. Ja, hij rijdt met plaat nummer 2, maar het is wel een van de laatste keren. Want hij is gewoon de wereldkampioen van het afgelopen jaar daar. En hij werd natuurlijk ook Europees kampioen. Ja, dit is een van de absoluut snelste mannen daar. En we gaan kijken of hij hem kan gaan volgen daar. Op weg naar die halve finale lijkt het partijsprong te zijn. Maar wel op gepast naar gedoe, want is die Voorman verschrikkelijk snel daar. Wij gaan meenemen daar op plek nummer 3. En denk ik, het mannetje daar van de Amazonian, Mike Looper. In goede vierde positie, gaat mee naar de wielzoet R.